Daar bent u. Ik dacht, we doen nog eens een Edgar Allan Poe. Dit verhaal heette oorspronkelijk The Tell Tale Heart. En Iggy Pop heeft dat ooit op weergaloze wijze uh, ingelezen. Dat kunt u hier op YouTube terugvinden trouwens. Komt uit een geweldige dubbel-CD die heet Closed on Account of Rabies. The Tell Tale Heart heet in het Nederlands Het Verraderlijke Hart. Zeker, nerveus. Heel, heel vreselijk nerveus was ik. En ik ben het nog. Maar waarom wilt u met alle geweld zeggen dat ik krankzinnig ben? De ziekte had mijn zintuigen gescherpt, niet vernietigd, niet afgestompt. Vooral mijn gehoor was scherp. Ik hoorde alles in de hemel en op de aarde. Ik hoorde veel dingen in de hel. Hoe kan ik dan krankzinnig zijn? Luister en zie hoe rationeel. Hoe rustig ik u het hele verhaal vertel. Het is onmogelijk te zeggen hoe het idee voor het eerst in mijn brein opkwam. Maar zodra het er had post gevat, achtervolgde het me dag en nacht. Een doel had ik niet. Van hartstocht was geen sprake. Ik was dol op de oude man. Hij had me nooit kwaad gedaan. Hij had me nooit aanstoot gegeven. Naar zijn goud ging mijn begeerte niet uit. Ik denk dat het door zijn ogen kwam. Ja, dat was het. Eén van zijn ogen leek op dat van een gier, een licht blauw oog met een vlies eroverheen. Iedere keer dat die blik op me viel, werd mijn bloed koud. En zo besloot ik in verschillende stappen heel geleidelijk het leven van de oude man te nemen en me zo voor altijd van dat oog te ontdoen. En hier gaat het om: u denkt dat ik krankzinnig ben. Krankzinnige weten niets. Maar u had mij moeten zien. U had moeten zien hoe doordacht ik te werk ging, met welke behoedzaamheid, met welke vooruitziende blik, hoe vijzend ik me gedroeg. Ik ben nooit vriendelijker tegen de oude man geweest dan tijdens die hele week voordat ik hem vermoorde. En elke nacht, rond middernacht, duwde ik de kruk van zijn deur omlaag en opende zijn deur, o, oh, zo zachtjes. En dan. Als ik een opening had gemaakt die groot genoeg was voor mijn hoofd, stak ik een dievenlantaar naar binnen, helemaal dichtgeschoven, dichtgeschoven zodat er geen licht naar buiten scheen. En dan stak ik mijn hoofd naar binnen. O, oh, u zou gelachen hebben als u had gezien hoe slim ik mijn hoofd naar binnen stak. Ik bewoog het langzaam, heel, heel langzaam, zodat ik de slaap van de oude man niet zou verstoren. Het kostte me een uur om mijn hele hoofd zo ver door de opening te steken dat ik hem op zijn bed kon zien liggen. Ha, zou een krankzinnige zo slim zijn geweest? En dan, als mijn hoofd zich helemaal in de kamer bevond, schoof ik de klep van de lantaarn open en voorzichtig, oh, zo voorzichtig, voorzichtig, want de scharnieren piepten, schoof ik hem precies zo ver open dat er een enkele smalle lichtstraal op het gieren oog viel. En dit deed ik zeven lange nachten, iedere nacht precies om middernacht, maar ik trof het oog altijd gesloten aan, en dus was het onmogelijk het werk te doen, want niet de oude man gaf me aanstoot, maar zijn boze oog. En iedere ochtend, bij het aanbreken van de dag, liep ik onverschrokken zijn kamer in, en sprak moedig met hem, sprak hem op hartelijke toon bij zijn naam aan, en vroeg hoe zijn nacht was geweest. U ziet dus dat hij wel een zeer diepzinnige oude man moet zijn geweest om te vermoeden dat ik iedere nacht precies om twaalf uur even naar hem keek terwijl hij lag te slapen. De achtste nacht was ik voorzichtiger dan gewoonlijk toen ik de deur opende. De minutenwijzer van een horloge beweegt sneller dan mijn hand op dat moment deed. Niet eerder dan die nacht had ik de rijkwijde van mijn eigen geestvermogens, van mijn scherpzinnigheid gevoeld. Ik kon mijn gevoelens van triomf nauwelijks beheersen. De gedachte dat ik daar stond, beetje bij beetje de deur opende en dat hij zelfs niet droomde van mijn heimelijke daden of gedachten. Ik grinnikte nogal bij het idee. En misschien hoorde hij me, want opeens bewoog hij in bed alsof hij geschrokken was. Nu denkt u misschien dat ik me terugtrok, maar nee. Het was door de ondringbare duisternis pikdonker in zijn kamer. Want de luiken waren stevig gesloten omdat hij bang was voor inbrekers. En dus wist ik dat hij de deuropening niet kon zien en bleef ik langzaam, langzaam verder duwen. Ik had mijn hoofd naar binnen gestoken en wilde net de lantaarn openschuiven. toen mijn duim uitgleed op de tinnen sluiting en de oude man opeens rechtop ging zitten en riep: Wie is daar? Ik hield me doodstil en zei niets. Een uur lang bewoog ik geen enkele spier, en in die tussentijd was niet te horen dat hij weer ging liggen. Hij zat nog steeds rechtop in bed, luisterend, net zoals ik nacht in nacht uit heb gedaan, luisterend naar de doodskloppertjes in de muur. Een tijdje later hoorde ik een licht gekreun, en ik wist dat het een gekreun van doodsangst was. Het was niet een gekreun van pijn of verdriet, oh nee. Het was het lage, verstikte geluid dat van de bodem van de ziel opstijgt als deze met afschuw is overladen. Ik kende het geluid goed. Tal van nachten, precies om middernacht, als de hele wereld sliep, was het uit mijn eigen borst opgeweld en had het met zijn afgrijzelijke echo de doodsangst die me in zijn greep hield, verhevigd. Ik zei dat ik het goed kende. Ik wist wat de oude man voelde en ik had medelijden met hem, hoewel ik inwendig grinnikte. Ik wist dat hij sinds het eerste zachte geluid, toen hij zich in bed had omgedraaid, wakker had gelegen. Zijn angst was sindsdien steeds groter geworden. Hij had geprobeerd zich voor te stellen dat er geen reden voor was, maar dat was niet gelukt. Hij had tegen zichzelf gezegd: het is maar de wind in de schoorsteen, het is maar een muis die over de vloer loopt, of het is maar een krekel die een keer heeft geschirpt. Ja, hij heeft geprobeerd zichzelf met deze veronderstellingen te kalmeren, maar het is allemaal vergeefs gebleken, allemaal te vergeefs, omdat de dood die in zijn nadering zijn zwarte schaduw voor zich uitwierp op hem af was gelopen en hem in zijn schaduw had gehuld. En door de sombere invloed van deze ongeziene schaduw voelde hij, hoewel hij hem zag nog hoorde, voelde hij de aanwezigheid van mijn hoofd in zijn kamer. Toen ik lange tijd heel geduldig had gewacht, zonder te horen dat hij weer ging liggen, besloot ik de lantaarn op een kleine, een heel, heel kleine kier open te zetten. En dus zette ik hem open. U kunt zich niet voorstellen hoe heimelijk. Tot er uiteindelijk een enkele zwakke lichtstraal, als de draad van een spinnenweb uit de kier schoot en op het gierenoog viel. Het stond open, wijd, wijd open en ik werd razend terwijl ik ernaar keek. Ik zag het volmaakt duidelijk, een en al dof blauw met een vreselijk vlies eroverheen, waardoor het merkje mijn botten verkilde. Ik zag echter niets anders van het gezicht of de persoon van de man, want ik had de lichtstraal als instinctief gericht precies op die verdoemde plek. Goed, heb ik u niet verteld dat wat u abusievelijk voor krankzinnigheid aanziet eigenlijk alleen maar een al te grote scherpte van de zintuigen is? Wel nu zeg ik, er drong een laag, dof, snel geluid mijn oren binnen, zoals een horloge maakt dat in watten is gewikkeld. Ook dat geluid kende ik goed. Het was het kloppen van het hart van de oude man. Het deed mijn razernij toenemen, zoals het slaan op een trommel een soldaat moed geeft. Maar zelfs toen beheerste ik me en hield me stil. Ik ademde nauwelijks. Ik hield de lantaarn bewegingsloos vast. Ik probeerde hoe roerloos ik de lichtstraal op het oog gericht kon houden. Intussen zwol het helse lawaai van het hart aan. Elk moment ging het sneller en sneller en werd het luider en luider. De oude man moet extreem bang zijn geweest. Het werd luider, zeg ik, elk moment luider. Begrijpt u me goed? Ik heb u verteld dat ik nerveus ben en dat ben ik ook. En nu in het holst van de nacht, in die afgrijzelijke stilte in dat oude huis, maakte een zo vreemd geluid een onbedwingbare angst bij me los. Toch beheerste ik me nog enkele minuten en bleef ik stilstaan. Maar het kloppen werd luider, luider, ik dacht dat het hart zou barsten. En nu werd ik door een nieuwe zorg aangegrepen: het geluid zou door een buurman kunnen worden gehoord. Het uur van de oude man had geslagen. Met een harde schreeuw gooide ik de lantaarn helemaal open en sprong de kamer in. Hij gaf een gil, maar één. In een oogwenk sleurde ik hem op de vloer en trok het zware bed over hem heen. Daarna glimlachte ik vrolijk omdat ik al zo ver gevorderd was met mijn daad. Enkele minuten klopte het hart echter nog met een gesmoord geluid door. Maar dat vond ik niet erg. Het zou niet door de muur heen gehoord worden. Uiteindelijk hield het op. De oude man was dood. Ik haalde het bed weg en onderzocht het lijk. Ja, hij was mors, morsdood. Ik legde mijn hand op zijn hart en liet hem daar vele minuten liggen. Er was geen sprake van kloppen. Hij was morsdood. Zijn oog zou me niet meer lastig vallen. Mocht u nog steeds denken dat ik krankzinnig ben, dan zult u het niet meer denken als ik de doordachte maatregelen beschrijf die ik nam om het lichaam te verbergen. De nacht liep ten einde en ik werkte haastig, maar in stilte. Eerst sneed ik het lichaam aan stukken. Ik sneed het hoofd en de armen en de benen eraf. Daarna lichtte ik drie planken van de vloer van de kamer op en legde alles tussen de balken. Daarna legde ik de planken zo slim, zo listig terug dat geen menselijk oog, zelfs niet het zijne, iets verkeerds kon hebben opgemerkt. Er viel niets schoons te boenen, geen enkele smet, welke dan ook, geen enkele bloedvlek. Daar had ik te goed voor opgepast. Ik had alles in een kuip opgevangen. Aha. Toen ik klaar was met al dit zware werk, was het vier uur en nog steeds donker als middernacht. Terwijl de klok het uur sloeg. Werd er op de voordeur geklopt. Ik ging met een licht gemoed naar beneden om open te doen, want wat had ik nu te vrezen? Er kwamen drie mannen binnen die zich volmaakt hoffelijk als agenten van politie voorstelden. Er was die nacht door een buurman een schreeuw gehoord, er was een verdenking van misdaad gerezen, er was informatie op het politiebureau gedeponeerd, en zij, de agenten, waren erop uitgestuurd om het huis te doorzoeken. Ik glimlachte, want wat had ik te vrezen? Ik heette de heren welkom. Die schreeuw, zei ik, dat was ik geweest in een droom. De oude man, merkte ik op, was weg, de stad uit. Ik liet mijn bezoekers het hele huis zien. Ik verzocht hun te zoeken, goed te zoeken. Uiteindelijk bracht ik hen naar zijn kamer. Ik liet hun zijn kostbaarheden zien, veilig, onaangeroerd. In het vuur van mijn zelfvertrouwen zette ik een paar stoelen in de kamer en wilde dat ze hier uitrusten van de vermoeienissen, terwijl ik onderdacht overmoedigd door mijn volmaakte triomf mijn eigen stoel precies op de plaats zette waaronder het lichaam van het slachtoffer lag. De agenten waren tevreden. Mijn gedrag had hen overtuigd. Ik voelde me buitengewoon op mijn gemak. Ze zaten op hun stoelen en terwijl ik opgewekt hun vragen beantwoordde, praten ze over koetjes en kalfjes. Het duurde echter niet lang voordat ik me bleek voelde worden en wenste dat ze weg waren. Mijn hoofd deed pijn en ik dacht een gezoem in mijn oren te horen, maar ze bleven zitten en ze bleven babbelen. Het gezoem werd duidelijker, het ging door en werd duidelijker. Ik praatte ongedwongener om het gevoel kwijt te raken, maar het hield aan en won aan duidelijkheid, totdat ik uiteindelijk merkte dat het geluid niet in mijn oren zat. Ongetwijfeld werd ik nu erg bleek, maar ik praatte drukker en met luidere stem. Toch nam het geluid toe en wat kon ik doen? Het was een laag, dof, snel geluid, zoals het geluid dat een horloge maakt dat in watten is gewikkeld. Ik snakte naar adem en toch hoorden de agenten het niet. Ik praatte sneller, heftiger, maar het geluid werd gestaag harder. Ik stond op en maakte me druk over trivialiteiten op hoge tonen met heftige gebaren. Maar het lawaai nam geleidelijk toe. Waarom wilden ze niet weg? Ik liep met zware passen heen en weer over de vloer, alsof ik door de opmerkingen van de mannen tot razernij werd gebracht. Maar het lawaai nam voor deuren toe. O oh God, wat kon ik doen? Ik raasde, ik tierde, ik vloekte. Ik verschoof de stoel waarop ik had gezeten en liet hem over de planken schuren. Maar het lawaai overstemde alles en werd steeds harder. Het werd harder, harder, harder. En nog steeds babbelden de mannen door en glimlachten. Was het mogelijk dat ze het niet hoorden? Alle machtige God, nee, nee, ze hoorden het. Ze hadden een vermoeden, ze wisten het. Ze spotten met mijn afgrijzen. Dat dacht ik en dat denk ik nog steeds. Maar alles was beter dan die kwelling. Alles was draaglijker dan die bespotting. Ik kon die hypocriete glimlachjes niet meer verduren. Ik voelde dat ik moest schreeuwen of anders sterven. En nu weer luister, luider, 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 luider! Schurken! krijste ik, ik feins niet langer. Ik geef het toe. Trek de planken uit de vloer. Hier, hier! Het is het kloppen van dat afschuwelijke hart.